Ja, vrienden, pas geleden, toen konden er dus mensen een lunch winnen met mij. Toen hadden we dus 145.000 volgers, weten jullie dat nog? Ja, en het is zover. Vandaag, ja, ik ben hier in Barendrecht en ik werd gebeld door mensen van het restaurant. Hier, kijk, hier zie je de naam staan, hier, La Hermana, ja, tapasbar, hier in Barendrecht. En die zeiden, Harry, mogen wij die bijeenkomst, mogen we dat sponsoren? Ik zei, nou ja, dolgraag natuurlijk. Kijk, hier staat hij daar. La Hermana, vrienden. Ja, ik kan hem aanbevelen hoor. Nou, ik ga eventjes op zoek naar de winnaars. Kijk vrienden, hier zitten ze. Ja, kijk, hey, ja, en nog eentje, ja. Jongens, stel jezelf even voor. Nou, daar gaan we. Nou, ik ben Frans Veriel, kom uit Breda, ik ben nakker en leraar. Ja, dat is één. En dan nummer twee. Ik ben Hans en ik kom uit Loosdrecht en ik ben een Ajaxiet. Kijk, Ajaxiet jongens, ja. En hier komt nummer drie. Hoi, ik ben Ellen en ik kom uit Breda en ik ben een nakker. Nou, goed. Zeg het maar, als jullie een vraag hebben aan mij, ja, nou, dan mag je hem nu stellen. Ga je gang, zou ik zeggen. Nou ja, ik vroeg me af wat je van de situatie bij NAC op het moment vindt. Ja, de situatie bij NAC, ja. Hé, hallo. Jullie hebben je trainer heb je weggestuurd. Die hebben jullie weggejaagd. Jullie hadden een wereldtrainer in huis. Ja, Maurice Stijn. Ja. En die stelde Van Hooijdonk niet op. En toen werd iedereen boos. En toen moest die Van Stijn weg. Ja. En onze Pierre van Hooijdonk, die heeft toen stemming gemaakt en weg was Stijn. Nou, en wat hebben we nu dan bij NAC? Puinhoop. Een puinhoop, ja, ja. En dat hebben jullie zelf in de hand gewerkt. Dus jullie zijn bezig met je eigen slechte seizoen. Dus daar begrijp ik helemaal niks van. Dus beste, ja, dus beste nakkers, hey, doe dat de volgende keer niet meer. Als je een goede trainer in huis hebt, dan zou ik zeggen, hou hem. Vrienden, krijg ik een cadeautje van NAC. Ja. Yo, kijk eventjes jongens, is dat even een mooie nachtzaal? Hey, de wereld zal toch niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons man. NAC. Arie, moet je luisteren. Ja. Toen ik mijn vrouw in 2002 online ontmoette. Ja. En we op het punt kwamen dat, nou ja, zij voor Feyenoord is en ik voor Ajax. Ja. Kwam zij met het verhaal van... Ja. Kijk je wel eens naar Harry Vermeig? Ik zei, ja, tuurlijk. Ja. Ze zegt, en kan je je herinneren Sean de Wolf met de olifant? Ik zeg, ja zeker. Ze zegt, dat was ik. Ik zeg, oké. Is dat ja? Ja, daar zit hij dan. Die zit met de vrouw. Op de olifant met John de Wolf, vrienden. Ja. Dus, ja, heeft me iets doen twijfelen, maar ik heb toch voor haar gekozen. Toch? Ja. Ja, mooi. Ja, maar ja, dan moet jij dus... Zij vond John de Wolf dus heel leuk. Zeker. Ja, dus dat heb je vaak moeten horen natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, vrienden, is dat even wat? Hij is dus getrouwd, ja, ja, met het meisje die op die olifant zit met John de Wolf. Nou, is dat, en dat is een van de leukste items die ik ooit heb gedraaid. Ja. Henk Spaan, hoe is het daarmee? Henk Spaan, hoe is het daarmee? Haha, kijk. Plomp verloren komt hij erin hoor. Ja, over Henk Spaan. Misschien weet jij wel beter dan ik. Dat nee, weet ik, ja, ik weet het niet, Harry. Jij bent zijn collega. Ja, ja, nee, niet meer. Toch al lang niet meer. Nee, maar jullie filmpjes, Harry, zijn altijd zo te gek, jullie filmpjes. Ja, vind je die leuk, die filmpjes van vroeger? Altijd, altijd. Ja, altijd? Ja, en dan komen jullie vakantiefilmpjes, daar geniet ik echt van. Oh, daar geniet je ook van? Ja, Jutte Jul in Italië. Jutte Jul in Italië, dat vind jij leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Kijk, dat is hem. Nou, goed. Ja. Wat wil je nog tegen de volgers zeggen? Zeg eens wat tegen de volgers. Ja, we zitten hier met Jutte Jul, zitten wij heerlijk te eten straks. En ja, ik wens jullie ook allemaal een hele fijne dag. Jullie volgen natuurlijk Harry jou. En ja, zijn er vrienden, kennissen die dat nog niet doen? Spoor ze aan om Harry te volgen. Nou, ik zou zeggen, blijf Harry inderdaad volgen. Want Harry zegt eigenlijk de dingen die we allemaal willen zeggen. Of denken, maar niet durven te zeggen. En probeer vooral zijn recepten uit. Ja, zeker heerlijk. Kijk, jongens, nou, we gaan even proosten hierop. 1, 2, kipsaté! Ja!